Voor de 12e keer, als we het goed hebben, als we goed hebben opgeteld, gaan wij de dag der Marons vieren in ons land. Waarom is deze dag zo belangrijk voor deze belangrijke groep in Suriname? Ja, het is een belangrijke dag omdat voor ons als Maron, u weet dat er is een strijd gestreden. We hebben 1 juli, dat is Kitty Kotti. Maar u weet, wij als Marons, onze voorouders zijn weggevlucht. En in 1760 was dan een vrede gesloten met de toenmalige koloniale heersers. Dus het is geen dag die je als Maron voorbij wil laten gaan. Waardoor we toch wel deze dag, men zegt vieren, maar voor ons is het meer herdenken, is een gedenkdag. Maar dit jaar gaan we het dan groots vieren. Ja, als we praten over Maron, dan praten we over één grote groep. Maar onder de Maron-gemeenschap heb je toch een verdelingen met betrekking tot de stammen. Jawel. En we hebben recent nog een lezing mogen volgen van de hoogleraar, de heer Jacques Deul, Jawel. waar hij heeft aangegeven dat op verschillende momenten de koloniale heerser toen vrede heeft gesloten met verschillende groepen. En nu komt de discussie dat voor elke groep zo'n een overeenkomst heel belangrijk is en was. En zoals de man zei, mi wa membre mi idee. Isabi toch? Hoe kijkt u als secretaris-generaal van Maron Compass naar deze meningen? Kijk, ik vind 10 oktober was gekozen en 10 oktober is dag der Marons. Het is geen dag der Okaners, hoewel men op de teruggaat was het een, had men op die dag vrede gesloten met de Okaners. Het verdelen van in hokjes, die mag het weer, die verdeelt ons als Marons. Want je weet, jaren geleden was er ook geen Samakadaka, plotseling is er wel eentje. Geen probleem, want ik ben ook naar die activiteiten gegaan in Palmatuin, omdat ik me Maron voel. Maar dat we alles, iedereen wel gedenken, uiteindelijk moeten we ook denken van, te veel feestdagen is ook niet weer goed voor die economie, want dat moet men ook gaan checken. Ik vind als een, vooral in deze moeilijke tijd, dat iedereen wil een dag. Je mag je dag hebben. Maar ik vind niet dat voor elke wissewasje de regering dan een nationale vrije dag moet geven. Want wanneer je gaat met de ondernemer praten hoeveel het kost. Ik zit ook in een bedrijf. Procenten die je aan werknemers, dagen gelijkgesteld aan zondag en al die dingen. Je mag je dag gedenken. Dus dat is geen probleem. Wij hebben hier als mensen dat voelen, je is een gevoel van een persoon. Maar ik zie 10 oktober gewoon als dag der Marons, waarbij je daarom probeert, wij altijd, Amaron Compass is eigenlijk in 2019 formeel begonnen, want in 2018 bij de Grand Coteau was het commissieviering 10 oktober 2018. En daarna heeft men gezegd, na de viering hebben we toen het mandaat overgedragen aan de twee grootopperhoofden, zijn excellentie Bonofilanti en zijn excellentie Leslie Valentijn. En toen heeft men gezegd, nee, de organisatie moet doorgaan. Wij zijn toen gaan brainstormen en hebben gezien, oké, het beste is om in een stichting vorm door te gaan. En wij hebben toen, want het is 6 Maronstammen en we weten, er is al een organisatie die die afkorting heeft gebruikt, Campos. We hebben gewoon die A en die O. Van plaats waar we naartoe komen op Kompas. En daarom moet je kijken, Kompas wordt altijd met hoofdletter geschreven, omdat het is gewoon de 6 letters van elke 6 Maronstam. De K bijvoorbeeld is de Quinti, de O de Okanisi, de M de Matawai, de P de Pamaka, de A de Aluku en de S de Samaka. Dus daarom schrijven we het altijd met hoofdletter. Ja, dus zo is het ontstaan. Toen hebben we gezegd, oké, we gaan door. En het is nu uiteindelijk een feit dat we nu een na consultatie, we eindelijk nu een stichting zijn. Na deze viering gaan we dan brieven schrijven naar de grootopperhoofde om één persoon af te vaardigen naar de stichting die de grootopperhoofd gaat vertegenwoordigen in de stichting.
En wij verwachten daarom dat het een traditionele gezagdrager gaat worden. En al die personen die gaan functioneren als ondervoorzitters. Ja. Dus je hebt 6 ondervoorzitters. Je hebt de, en dan heb je de secretaris nog. Ik ben een secretaris, maar daarnaast ook direct ook penningmeester, omdat het probleem wat we hebben, we zoeken nou nog naar iemand, maar Amaron Kompas, we doen sociaal werk. Ja. En we hebben het nu gezien met die huidige situatie, is het moeilijk om mensen te vinden die echt hun schouder aan het werk willen zetten. Ja. Nu rennen de heer Leo Brunswijk en ik van links naar rechts. We doen het, we willen niet dat het achteruit gaat, maar je ziet het wanneer je iemand vraagt, hey, doe dit voor me, hey, hoe ga ik daar komen, wat is er, krijg ik dit en dat. Ja. Maar wanneer we die dingen hebben, en dan zullen we dan bij, en uiteindelijk zullen we zeker iemand hebben die dan misschien secretaris wordt of penningmeester, dat ik dat een van de posities al wel men vind dat ik het secretaris moet blijven. Ja. Dus maar ik maak ook het verslag van alles. Dus ik hoor je zeggen dat de organisatie Amaron Kompas nu een nieuw concept gaat krijgen. Ja, dus het, dat was die concept van oorsprong. Mm. Dus onze concept is, je hebt het bestuur, ja, waarbij nu de groot opperhoofde elke ondervoorzitter gaat afwijzen. Mm. En dan heb je daar het bestuur. Maar boven ons zitten de 6 groot opperhoofden. Dat is onze structuur. Ja. En dat we jaarlijks dan en op periodieke dingen rapportage sturen naar alle 6 gramangs. Ja. Dus je hebt dan die 4 opperhoofden en die 2 stamhoofden. En dat ze weten wat er in de stichting gebeurt. Het is niet dat het, wanneer we iets doen, dat die mannen niet weten. Soms moeten we ingrijpen, ja, snel doen. Maar diezelfde rapportage sturen we naar al die 6 mensen. Oké. Okay. Jawel. En dit jaar is heel bijzonder. Is er een thema gekoppeld aan de viering dit jaar? Ja, het thema is eenheid en saamhorigheid. We hebben gezeten, lang gezeten van, ik moet u zeggen, de plan voor dit jaar was naar Quinty te gaan. Mm. We hebben lang gezeten en gekeken, want verleden jaar hadden we het niet gedaan, vanwege COVID. Klopt. 2020 hebben we het net nog kunnen doen met de regering, omdat de regering ook zou gaan naar het Matawai gebied. Ja. De president en de vicepresident die vonden het toen goed om het te combineren. Mm-hmm. Dat zij daar zijn, dat we daar die crew toe houden. En dat zij ook daar dan het verslag aan horen en alles daar dan aannemen. Ja. Zo zijn we toen verleden. Maar toen was het al COVID. En in 2021 hebben we gezegd, nee man, COVID was er. Laten we dat loopprofiel doen. We hebben maar een persbericht uitgegeven. En dit jaar hebben we gezeten en toen de vice-president heeft geadviseerd van, we willen het doen op onafhankelijkheidsplein. Want wat die mensen moeten weten, Amaron Kompas organiseert omdat we zijn het gewend. Ja. Maar de coördinatie zit bij de minister en zijn staf van regionale ontwikkeling. Ja. Dus wij werken onder hun. Dus het is niet dat de, want als je kijkt, dan denken mensen het is Amar. Nee. We werken samen met RO. Maar die ondersteunen. Ja, de samenpartner. Ja, maar ja, de coördinatie en steeds afstemmen met de minister en haar staf. Zij zijn eigenlijk overal en Amaron Kompas is daar. Ja. Dus we hebben elke dag overleg. Ook de VP moeten we rapporteren. Want ik kan u zeggen, we hebben wel een paar sponsors gevonden dit jaar. Maar het is niet zo als verleden jaar. En sinds we in 2018 zijn begonnen, is de huidige vicepresident ook een van de sponsors, omdat hij vindt, onze concept is ook zijn denken naar het binnenland. Daarom moet men Amaron Kompas ook loszien van het politiek. We hebben laatst ook, deze week zijn we heel nadrukkelijk bezig met bepaalde mensen, omdat men brengt Amaron Kompas te veel in, laten we zeggen, in combinatie met ABOP. Met ABOP. Maar het is zo dat toen wij zijn begonnen, zijn een paar mensen weggegaan. Omdat toen we in 2018 zijn begonnen, heb je gezien dat heel wat mensen van de toenmalige regering ons in de steek hebben gelaten. Ja. We zijn alleen doorgegaan met mensen die willen. En
bijna 90% van die mensen die nu erbij zijn, die zijn mensen van de ABOP. Ja, maar leden. Wij proberen ze altijd van, kijk, mensen kennen Ruben Ravenberg en Leo Brunswijk als exponenten van de ABOP. Ja. Maar we proberen ze te, niet alles wat wij doen is politiek. Ja. En ook wanneer we bijvoorbeeld naar de VP gaan voor bepaalde zaken, we gaan naar hem als een ondersteunen. Een van de sponsors van Amaron Compass is de VP. Dus wanneer we naar hem gaan, zijn het echt dingen van Amaron Compass los van. Maar we hebben gezien dat mensen die onderscheiden nog steeds niet kunnen maken. Ja, dus, ja, ja. En dat heeft me deze week toch wel op bepaalde momenten geïrriteerd. Maar lukt het wel om de politieke zaken te onderscheiden van de maatschappelijke zaken? Ja, het lukt ons wel. En kijk, de grootopperhoofden zelf, die vragen ons ook van, hey, uno char asanko in politiek, kijken jullie puur naar belang? Ja. Want wanneer we de regering iets moeten wijzen, waarover het, dan weten ze van, hey, wanneer het over het Amaron Compass gaat, dat de VP en de president, die weten dat we gelijk binnen kunnen aanvallen. Ja. Want dat Ude gewoon sani. En tot nu toe zijn de, laten we zeggen, onze meerdere, de Gramangs, die zijn tot nu toe wel tevreden van Wetjara Sanwaka. Want die mannen zullen vragen, houden jullie het politiek er buiten? Ja. Maar juist mensen buiten ons, die brengen ons erin. Dat concept om alle grootopperhoofden zitting te laten hebben in Amaron Compass is mooi. Maar er is een geschil met betrekking tot dat van de stam der Saramakaners. De acceptatie, etcetera, etcetera. Hoe gaat Amaron Compass dat deel opvangen? Kijk, eigenlijk daarover wil ik niet praten. Wij willen dat deel opgelost zien door de Saramaka-stam. Dat deel brengt verdeeldheid. Iedereen is daar. We vinden het jammer. Yeah. Wij weten wel hoe we onze zaken op dat gebied aanpassen. Dus ik wil het daarop houden, omdat dat ding speelt nu actueel. Je moet geen olie op het vuur gooien of zo. Ja. Maar als Maron, ja. Als Maron vinden we het jammer. Ja. Want u ziet de steeds een verdeeldheid binnen een Maron-stam. En dat kan nooit de andere Maron goed doen. Ja, anders ja. Ben je daar geen echte Maron. Maar het is wel een oplossing om dat deel op te vangen. Ja, er kan altijd een oplossing om de Saramakaanse stam te betrekken. Dus dat is altijd een oplossing. Oké, we gaan snel praten over die dag zelf. Ja. Wat gaat gebeuren 10 oktober? Oké, ik mag u zeggen, dit keer heeft de minister van RO en Sport en de VP gezorgd dat iedereen bij elkaar moet komen. Ja. Dus wij hebben stikt in Amaron Compass, stikt in 10 oktober. Je hebt ook de RK-bisdom die activiteiten gaat organiseren en hebben ook een christelijke groep. Wat er gaat gebeuren, de eerste activiteit onder leiding van stikt in 10 oktober is al geweest. Ja. Dat is een lezing van de wetenschapper, historicus, meneer Erik Jadil. Ja. Dat was op 2. Ja. De volgende activiteit is op zondag 9. En die begint om 10:00 morgens in Stubula. Oruyari. Ja, dus daar krijg je dan 10 tot 2 een discussie. Het is open voor iedereen en met name voor de Maron. Om te praten over het probleem of problemen die we hebben in het binnenland. Ja. We weten bijvoorbeeld wateroverlast is een probleem. We weten onderwijs, volksgezondheid, al die dingen. Noem maar op, ook milieuvervuilen wat nu, denk, daarover gaan ze praten. Okay. Op 9 in de avond heb je, vanaf 6:00 heb je een mis in het kathedraal onder leiding van RK Bisdom. Ja. Maar zelfde tijdstip ook van 6:00 tot 2:00 in de ochtend, mm-hmm. Heb je op Onafhankelijkheidsplein, heb je die andere christelijke groepen waarbij er ook een mis zal zijn, optreden van verschillende christelijke, laten we zeggen, bands en al die dingen. Ja. En dat heeft RK Bisdom op 6 dan, 6 tot 8 dienst. En na 8:00 hebben ze daarbij die school
verdere activiteiten tot en met ongeveer, ik denk, 12 uur, 2 uur in de ochtend. Ja. Op 10 oktober zelf hebben we traditioneel om 6 uur 's morgens, een start met de appetit rond de Nieuwkombe, mm-hmm. hebben we de traditionele Towe Watra. Mm-hmm. Dat geschiet door de verschillende kapiteins, mm-hmm. die dan ode brengen aan de voorvader, voorouders en al die dingen. En nadat we klaar zijn te Nieuwkombe, dan zijn we op 9 uur op plein van 10 oktober daar, Nasilaan, Henk Aronstraat. Ja. Dan brengen ze daar weer een plein over. Je krijgt toespraken en kranslegging. En daarna gaat men dan naar onafhankelijkheidsplein, waar de activiteiten dan van 10 uur, daar starten tot 2 uur in de ochtend, 11 oktober. Verschillende bands gaan optreden. Er is ook een polo waka. Het was gepland voor 4 uur, maar ik kreeg een ding gisteren waarbij ik zie dat eigenlijk na de activiteiten op het plein, dat men dan met een polo waka vandaar gaat het direct starten naar het onafhankelijkheidsplein. Of hier 10 oktober. Ja, 10 oktoberplein en daarna, dat is het programma dat ik heb gedaan. Want ik moet het nog checken waarom ik dat zeg. Ik ben meer belast met logistiek. Ja. Mij in deze is opvangen van de traditionele gezagsdragers, waar ze gaan blijven, zorgen dat ze voeding krijgen totdat ze weg zijn. De eerste groep die komt zaterdag aan uit Tapanahoni gebied en de andere groepen die komen dan zondag aan. Wat we dit jaar hebben gedaan, omdat we geen sponsor hebben van elk stam, 6 mensen gevraagd. En voor die 6 mensen gaan wij dan zorgen voor transport, vice versa, verblijf en voeding. En daarmee ben ik gelast dat die mensen komen, ze worden opgevangen, juiste plaats. Wanneer ze naar de verschillende activiteiten moeten gaan, dan stem ik af met het ministerie van RO voor vervoer en al die dingen dat ze daar zijn. Wanneer ze ook hun voeding moeten krijgen en teruggaan naar hun verblijf. Dus daarmee ben ik belast voor het grootste deel. Ja, het wordt een nationale dag. Ja, het wordt een nationale dag. En we roepen er ieder op. Palmentuin zou te klein zijn en die bomen zou dus. Daarom hebben we speciaal gekozen voor onafhankelijkheidsplein. En dat is gewoon een dag voor ieder Surinamer, maar in het bijzonder de Marons, dat is gewoon een nationale vrije dag. Dus we verwachten een massa daar. Want we krijgen van verschillende districten van, vervoer en zo. Wij hebben ze gezegd, kijk hoe je kan komen. Dit jaar kan de organisatie het niet. Dus mensen zijn bezig. Dank u wel, meneer Raffenberg. Graag gedaan. Succes. Dank u wel. Ja, dan heeft u deze informatie gehad van de heer Ruben Raffenberg over de viering van Marondag 10 oktober.